Groetjes! Ja, natuurlijk. Je hebt wel iets. Daarvoor kwamen we op. Als jij ook nog maar één vinger uitsteekt naar Anouk, of anderszins misbruik van haar maakt, dan kan je die hele asielaanvraag aan je buik schrijven. In het echt ook gaan. Ja, maar ik was een beetje gek gezicht. Wat deed ze? Cheryl, trek mij de chips even aan. Wil je paprika, barbecue, Mexican of cream onion? Cream onion. Wil je paprika, cream onion en Mexican of cheese? Heb je geen naturel? Ja, als het kind met de vlinders... met de vlinders wil eten. Sorry hoor. Ik weet het, Cecile. Sorry. Uitstekend. Het is heerlijk wonen. En nee, ja, die golfbaan moet ik vertellen, dat is echt een... Oh nee. Claire Elisabeth van Kampen. Beloof jij... met volle instemming van je hart tot jouw man te nemen, Dirk C.D. C.B.D. C.B.D. Sorry. Dirk C.D. C.B.D. C.B.D. Claire Elisabeth van Kampen, beloof jij met volle instemming van je hart tot je man te nemen, Dirk C.B.D. Dirk Zedewius. Dirk Zedewius. Sorry, man. Laten we even blijven. Het ging goed. Wij mogen toch best lachen daarom? Eigenlijk moeten we dit niet doen zonder professionele begeleiding. Maar. Dit moeten we eigenlijk niet zonder professionele begeleiding doen. Hoezo? Een medium. Kom maar, jongens. Het draait glas op. Kletje, kom je naar bed? Ja, ik kom zo. Wat doe je? Niks. Hoe gaat dit ding? Haar raadsvrouw belde dat ze het aanhandig wil maken in een godverdomme.
Aanhangwagen. Ik heb zo, ik kan niet zeggen, mijn hekel aan het woord aanhangen. Aanhangwagen. Haar raadsvrouw belt. Haar raadsvrouw belde dat ze het aanhandig. Haar raadsvrouw belde dat ze het aanhandig wil maken. Haar raadsvrouw belde dat ze het aanhandig wil maken. Haar raadsvrouw belde dat ze het aanhandig wil maken in een. Nog één keer, meteen. En actie. Haar raadsvrouw belde dat ze het aanhandig wil maken. Nog een keer. Actie. Haar raadsvrouw belde dat ze het aanhangig wil maken. Zij eist de as op. Binnen een week heb je een procesverbaal in je bus. En jij hebt belegd in dat project op vervuilde grond in Sierra Leone. Maar dat wist ik niet. Nee, maar... Geef het een plek, hè? Oh, ach man, hou je bek met je dikke reet. Zeg, kom je zakelijk of privé? Nou, het is eigenlijk meer... Nou gaat hij goed, nou gaat hij goed. Echt wel. Wat is er nou weer? Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk zakelijk over privé. Wat doe ik nou? Ik doe helemaal niks. Beloof je dit? Dat is zo jammer, hè? Nee, ik koester helemaal geen voorgevoelens jegens wie dan ook. Jezus. Wat een keer. Stop me even. Wat zeg je nou, man? Kijk, dit is ook goed, hè? Draai door, hè? We draaien nog. Ik heb seksuele fantasieën. Oh, natuurlijk, schat. Dat is toch niet seksueel? Nee, die heb ik ook echt helemaal niet. Daar komt de aap uit zijn baan. Nee, die heb ik echt niet gedaan. Ik heb seksueel. Godverdomme! I hate you! Sorry, maar ja, goed, als jij dit... Dat is het eerst. Hij geeft wees helemaal niet aan. Ik niet zeggen waar ik naartoe ben. Ook niet zeggen gelukkig geves. Beloofd? Yes, sorry. Hij komt er zelf wel achter. Blijkbaar daar is hij zijn verkenk zijn puff. Heeft die humor dan? Zeg, ga jij bevallen? Nee, stop. Oh jee, jee, oh jee, wel lustig knaag. Ja, goed. Sorry. Jezus. Sorry. Je hebt hem gedumpt in amper 2 minuten? Boek.
gewoon. Je kan gewoon een broek. Nee, dat moet ik maar niet doen. Okay, hij krijgt hem tegenwoordig toch wel overeind? En genoeg, als je. Nee. Ik kan zo echt niet werken. Jari. Ik ga een wijntje aan, oké? Nee, niet oké. Zeg maar, Claire, godverdomme! Het is niet oké, verdomme! Het is gewoon seizoen 4. Ja, Claire. Godverdomme! Ach, jongens. Kunnen we het eventjes gezellig houden? Ja, gezellig, Claire. Wanneer, of Cheryl, wanneer was het nou gezellig? Ik bedoel... Allemaal met een C. Ja, ik vind het gewoon verwarrend. Blond met een C. Lieve Cheryl, op zo'n moment denk je niet rationaal, maar je handelt op instinct. Rationaal. Lieve Cheryl, op zo'n moment... Ja. Kopdrukking. Ik wou jullie niet onnodig in gevaar brengen. Er worden mensen teruggevallen in een blok in de hint. Heerlijk. Is het heel leuk. Goed. Annemarie, koekoek. Oké, okay, jongens. Oh shit. Oh. Dat is wel goed. De beste wijnnaam tot nu toe. Oké, dan probeer ik. Jongens, houd stil. En actie. Oh, gewoon, hij heeft her en der wat beleg, niks bijzonder. Stop maar, ik zei het al, zet het gewoon uit. Nou, wat doe ik hiermee? Nou, inpakken natuurlijk. Alles? Alles. Komt wel op hoor. Wij rijden in, nou ja, maar goed, en nu kunnen we het lekker uitpakken, ja, weet je, want dat is het leuke. Doen, dus het is dus vandaar. Ja. Ja. Nou, wat geweldig, jongens. Echt geweldig. Staat een breekbare ding in je. Geef niet. Oh nee, ik krijg er nog een zak met geld ook voor. Heerlijk, hè? Oh. Ik weet niet wat ik zeg, sorry. Lieve, ik hou van jou. En van je puppy. Ik bedoel, wat mij betreft neem een heel nest. Nee, Evert Lodewijks, ik ben zwanger van een baby en niet van een hond. En als jij jezelf niet opzij kunt zetten... Als jouw dikke ego je in de weg zit en als jij te kinderachtig bent ben om voor dat kind te zorgen. Kinderachtig! Ik ben het wel een beetje met geweest. Nee, maar ik dacht dat ik. Je moest met mij komen staan. Ik naar dit ging. Wat heb jij zo? Alle first-time vaders hebben dat. Echt. Toen Merel geboren werd, dacht Anton ook dat het van de voorzitter van het Hoge Rechtshof was. Sorry. Ik zit aan een schema vast. Nou, toen de patiënt schema. Waar zit je nou met z'n ogen dicht? En ik ging je heel vaag met een papiersnijer aan de gang. Ik dacht, ik ben kantoortje aan het spelen. Dan moet je natuurlijk wel een factuurtje sturen. Sorry, hoor. Zo ben je. Dit is toch geen afstoffen? Zo verspreid je alle stof. Je bent gewoon aan het uitstoffen ja, hier. Ik ben toch personeel. Ik weet niet hoe je dat moet doen. Zie je ook mijn leuke kant nu of niet? Ja.